Op woensdag 29 juni gingen heel veel mensen met de auto naar hun werk omdat er slecht weer was voorspeld. Nou, een groot deel van die mensen stond die dag uren in de file omdat de A2 uur lang was afgesloten voor een sporenonderzoek van de politie. U weet het vast nog wel. Extreem gewelddadige criminelen hadden die nacht een gelddepot in Amsterdam-Zuidoost overvallen, waarna een wilde achtervolging op de A2 volgde. Vanavond hebben we een opsporing verzocht, een reconstructie van wat daar gebeurde. En we tonen voor het eerst bewakingsbeelden van de overval zelf. Op het bedrijventerrein Amstel 3 in Amsterdam-Zuidoost zit aan de Kollenbergweg een gelddepot van geldtransportbedrijf Brinks. Dagelijks vertrekken hier talloze zwaar gepantserde wagens die geld transporteren van en naar banken, winkels en andere bedrijven waarin contant geld omgaat. Het gebouw van Brinks is natuurlijk goed beveiligd. Maar ondanks dat ziet een groep criminelen op 29 juni kans om met veel geweld het pand binnen te dringen. Tegen 3 uur komen achter elkaar 1 donkere en 1 grijze Audi met gedoofde lichten naar het terrein toegereden. De donkere Audi sedan en grijze Audi station parkeren, waarop een aantal personen uitstapt die met mijnwerkerslampjes op hun hoofd naar het pand van het geldtransportbedrijf toe lopen. Een aantal anderen loopt naar de toegangswegen tot het terrein. In het hek dat om Brinks heen staat wordt een gat geknipt. Hier kruipen de mannen doorheen om bij het gebouw te komen. Even later lopen ze allemaal weer een stukje bij het pand vandaan en dan volgt een enorme explosie. De beveiligers van Brinks binnen hebben dit uiteraard ook gemerkt. Ze waarschuwen de politie en verschansen zich op een veilige plek in het pand. Vlak na de explosie lopen mannen in het zwart en met bivakmutsen op naar binnen, waar ze vliegensvlug een aantal grote tassen helemaal vol stoppen met geld. Na de noodoproep door de Brinks-beveiligers zijn we met heel veel politieauto's uitgerukt. De voorbereidingshandelingen van deze overvallers zijn zeer gedegen. Ze hebben kraaienpoten gestrooid bij het KLPD, zodat politieauto's daar lekker banden zouden oplopen. Maar wat veel erger is, ze waren bereid om ook te schieten. Zo snel als ze kunnen met de zware tassen, volgestopt met papiergeld, verlaten de overvallers intussen het pand. Op de toevoerswegen naar Brinks stonden een aantal handlangers met automatische wapens. En die hebben ook daadwerkelijk meteen geschoten op de eerste politieauto's die aankwamen rijden. Ze stappen in hun auto's en rijden weg. De overvallers vluchten weg met 2 Audi's, een sedan en een station. Ze rijden over het gras, slaan linksaf en gaan richting de A9. Maar daar hebben we natuurlijk al wegversperringen op geworpen. Op het moment dat die overvallers daar komen, wordt er ongelooflijk veel geschoten in de richting van politiemensen en politieauto's. 1 van die auto's verdwijnt uit beeld. Maar die ander, daar gaan we vol achteraan. Achterna gezeten door meerdere politiewagens gaat de Audi station de A2 richting het zuiden op. En daarbij maakt de Audi snelheden van zeker 240 km per uur. Onmogelijk voor de achtervolgende politiewagens om bij te houden. Er wordt meteen de hulp van een politieheli ingeroepen, maar door het extreem slechte weer kan die niet uitvliegen. Diezelfde ochtend zijn 4 bouwvakkers al vroeg op pad naar een klus. Buiten het zicht van hun achtervolgers jakkert de Audi station door. Maar ter hoogte van Waardenburg op de A2 raakt de bestuurder de macht over het stuur kwijt. De bouwvakkers zien de Audi in de vangrail staan. Ze stoppen omdat ze willen helpen. Go! 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 Go!
Een van de overvallers moet uit de Audi geholpen worden. Blijkbaar is hij gewond geraakt. Katoen, heb je rit op! Nog voor ze al hun tassen uit de Audi hebben kunnen halen, vliegt de auto in brand. De overvallers laten het maar en scheuren weg in de gekaapte Hyundai. De Audi en een fortuin aan achtergebleven papiergeld gaan in vlammen op. Wat wordt gefilmd door een toevallige voorbijganger. Hoe de Hyundai met de overvallers precies verder rijdt is nog onduidelijk. Maar enige tijd later zien twee agenten die posten bij een BP-tankstation ter hoogte van Son en Breugel op de A50 de Hyundai richting Eindhoven voorbij scheuren. Ze waarschuwen hun collega's en volgen de Hyundai. Bij afslag 31 ter hoogte van Veldhoven verlaat de Hyundai de A2. De politiewagen blijft de overvallers op gepaste afstand volgen, in de hoop ze niet uit het oog te verliezen tot er versterking is. De agenten weten wat er in Amsterdam is gebeurd. Deze overvallers zijn zwaar bewapend en aarzelen niet om te schieten. Dan rijdt de Hyundai een oprit naar de randweg van Eindhoven op. De dreiging die van het automatische wapen uitgaat is zo groot dat de agenten geen risico kunnen nemen. Uit veiligheidsoverwegingen moeten ze de achtervolging wel opgeven. Met een gigantische tas vol papiergeld in de gekaapte auto verdwijnen ze uit het zicht. Hoe groot de ravage op de A2 bij Waardenburg is, de plek waar de vluchtauto crashte en in brand vloog, blijkt zodra de zon opkomt. Het politieonderzoek daar, maar ook in Amsterdam-Zuidoost bij het gelddepot, neemt bijna de hele woensdag, de 29e juni, in beslag. Met een totaal verkeersinfarct op en rond de A2 tot gevolg. Mevrouw Lust, een overval met ontzettend veel geweld, veel risico, zeer goed voorbereid. Wat voor groep zit daarachter? Door de pers zijn er allerlei verbanden gelegd met internationaal opererende bendes die al vaker zouden hebben toegeslagen. Maar daar hebben wij vooralsnog geen aanwijzingen voor. We werken natuurlijk nauwgezet samen met verschillende politiekorpsen, zowel in Nederland als in het buitenland, om dat verder te onderzoeken. Maar we kijken hoe dan ook naar een groep zeer zware criminelen, waarschijnlijk met behoorlijk wat ervaring. Ze hebben bewust gericht en met automatische wapens op mijn collega's geschoten. Gelukkig is daar niemand bij gewond geraakt. Maar goed, ze deinzen er dus niet voor terug om slachtoffers te maken. U laat dus vanavond voor de eerste bewakingsbeelden van die daders zien. Op die beelden zijn ze helaas niet heel erg herkenbaar. Nee, dat klopt. En toch hopen we dat mensen ze mogelijk herkennen aan hun kleding, wellicht in combinatie met die enorme zwarte tassen waarin ze dat geld hebben gestopt. En misschien zijn er ook mensen die weten waar die overvallers voorafgaand aan de overval, en die is dus gepleegd op dinsdag 28 juni op woensdag 29 juni, verbleven hebben. Het gaat om minimaal 6 personen, misschien van verschillende nationaliteiten, die bijvoorbeeld in Amsterdam of in de buurt van Amsterdam gelogeerd hebben en mogelijk dat ze toen al reden in hun twee Audi's. Ja, die daders hebben zelf ook nog wat aanknopingspunten achtergelaten, want in het gelddepot hebben ze spullen laten liggen. Ja, inderdaad. De daders wisten daar binnen te komen door met springstof een groot gat in de muur te blazen. Mijn collega's vonden daar later een moker en een breekijzer. En waarschijnlijk hebben ze die gebruikt om dat gat in die muur nog groter te maken. Nou, die spullen hier in de studio, vooral die moker, die is opvallend. Ja, dit is hem. Hij is vrij groot. En in de kop zijn de letters V en E gelast. We weten inmiddels waar zulke mokers vandaan komen. Dus daar hoeven de mensen niet meer voor te bellen. We weten nog niet waar het breekijzer vandaan komt. Maar we willen vooral spreken met mensen die die moker en dat breekijzer in verband kunnen brengen met personen die mogelijk iets met die overval te maken kunnen hebben. Nou, u zag al, die overval was dus heel goed voorbereid. Een van de dingen die deze overvallers hebben gedaan is kraaienpoten strooien bij het gebouw van de KLPD Verkeersdienst aan de Burgemeester Stramanweg. Dat ligt niet ver van Brinks af. En die kraaienpoten moesten dan natuurlijk voorkomen dat die politiewagens van daaruit snel naar het gelddepot konden komen. Die kraaienpoten zijn wel een spoor. Ja, dat klopt, want die kraaienpoten die zijn zelf gemaakt. En dat zijn stukjes PVC-buis met daardoorheen een aantal zogenaamde parkerschroeven. En als je daar overheen rijdt, dan rijd je ook gegarandeerd je banden stuk. En die kraaienpoten hebben de overvallers op meerdere delen van de weg gegooid.
We willen graag weten of er mensen zijn die meer informatie hebben over die kraaienpoten. Of die hebben gezien dat ze bij het KLPD-gebouw zijn neergelegd. En dan is dat waarschijnlijk gebeurd in de nacht van dinsdag 28 juni op woensdag 29 juni. Ja, bel ook als u in die nacht of zelfs in de dagen daarvoor al gezien heeft dat dat gelddepot aan de Kollenbergweg geobserveerd werd. Of als u daar in de buurt iets anders opvallends heeft gezien. We hebben nog een heel belangrijk aanknopingspunt. Een van die overvallers is dus waarschijnlijk gewond geraakt. Ja, en dat is zeer waarschijnlijk gebeurd bij die crash op de A2. Want een van de overvallers moest geholpen worden bij het uitstappen. Nu kan het zijn dat die dader op woensdag 29 juni na 5 uur in de ochtend ergens in het zuiden van het land of misschien zelfs in België bij een ziekenhuis of een arts zich gemeld heeft voor medische hulp. Als dat zo is, dan horen we dat natuurlijk heel graag en desnoods anoniem. Ook willen we het graag weten als er mensen zijn die iemand kennen die verwondingen heeft opgelopen rond die tijd en daar nou niet echt een plausibele verklaring voor had of zich daar professioneel niet voor wilde laten behandelen. Die overvallers zijn dus het laat gezien toen ze de oprit naar de randweg van Eindhoven opgingen, richting vlakbij Veldhoven was dat. En ze reden toen dus in die gekaapte auto, een Hyundai. Ja, en die auto hebben we nog niet teruggevonden. En het gaat om een soortgelijke lichtgrijze Hyundai i10 met kenteken 31 PFH6. En die auto heeft dus een iets andere kleur dan de auto die we in de reconstructie hebben gebruikt. Als iemand deze Hyundai vanaf woensdag 29 juni ergens heeft gezien of weet waar die auto nu staat, dan moet die persoon echt direct met ons contact opnemen. Want het is echt hele belangrijke informatie voor ons. Nou, duidelijke oproep. En dan hebben we nog de auto's waarmee de overvallers naar dat gelddepot toe kwamen. Dat waren dus twee supersnelle Audi's. Eén donkere sedan en één grijze Audi Station, een soort gelijke als we hier zijn. En die Audi Station is dus uiteindelijk gecrashed op de A2 bij Waardenburg. Ja, en in die auto vonden we, behalve een heleboel verbrand geld, een aantal sets gestolen kentekenplaten. Daar zaten Belgische kentekenplaten bij, maar daar zaten ook Nederlandse kentekenplaten bij. En ook die Nederlandse platen bleken gestolen te zijn. Ja, één set met kenteken 07 GPF3 is tussen 10 en 18 juni gestolen vanaf een Audi in de Uranusstraat in Aalsmeer. En dan een tweede set platen met kenteken 27 HFB4 is op 27 of 28 juni gestolen. Weer vanaf een Audi, maar dit keer vanaf de Hans Frankfurtersingel in Amsterdam-Osdorp. We willen heel graag in contact komen met mensen die iets van die diefstallen hebben gezien. Er zijn heel veel details, maar die details zijn allemaal belangrijk om erachter te komen wie er verantwoordelijk zijn voor deze dus extreem gewelddadige overval en achtervolging. Alle sporen en vragen staan op onze site en heeft u informatie, bel dan de tiplijn van de politie op 0860 70. Anoniem tippen kan via M0800 7000 en u kunt voor deze zaak ook terecht bij de criminele inlichtingeneenheid op 0 79 3458 999. En dan hebben we nog een nummer, dat is speciaal voor kijkers die vanuit België willen tippen. Die bellen +31 79 3458 976.